kijkers van Dagelijks Leuk Gamen. Vandaag weer een splinternieuwe video van Martin. Ja, Martin is er terug. Want ik dacht van, ja, dinsdag heb ik niks meer om op te loaden. Dus ik dacht, dan ga ik maar Martin terugbrengen. Dus hier is Martin er weer. En dat zal dus elke dinsdag komen. Ik ga dus vandaag Martin opnemen, speciaal voor jullie, voor deze week. En de leak video, die komt wel vrijdag. Die heeft Julian opgenomen. En voor de rest, meld ik alles wel tijdens het potje wat er nog komt. En noem maar op wat ik allemaal te mededelen heb. In ieder geval, vandaag speel ik het in mijn eentje. Want er is niemand online tot nu toe. Want het is ongeveer 8:30 s'avonds. Dus ja, laten we het in ieder geval het potje beginnen. Nu is op naar het eerste potje. Oké, we zitten in het eerste potje. En dit potje beginnen we met de T-34-57. Dus Lego. En een tip: neem niet te veel kogels mee. Neem gewoon 24 kogels mee van de sterkste kogels die je hebt. Want ze worden toch al automatisch bijgeladen als je stilstaat en niet meer schiet. Maar dat had ik als tip gekregen tijdens een livestream van me. Dus het scheelt. Want het helpt wel. Want als je heel veel kogels bij hebt, dan is de kans groter dat je explodeert. Dus ja. In ieder geval, dit is vlaggen veroveren, vooral. Dus van vlag A naar vlag B naar vlag C. Hey. Nou, eigenlijk is het alleen maar vlag A en B, maar je moet langzaam naar de span van de tegenpartij. Dat is het. En mensen, ik wil ook een keertje binnenkort Battlefield 4 kopen. En ik vraag me eigenlijk af, van, vinden jullie dat leuk als ik dat ga opnemen voor mijn kanaal? Als jullie dat leuk vinden dat ik dat ga opnemen, dan ga ik het zo snel mogelijk kopen, speciaal voor jullie. En niemand zit gewoon om het te schieten. Dan ga ik het echt serieus kopen en dan ga ik het opnemen speciaal voor jullie, omdat jullie het ook leuk vinden. En dan heb ik tenminste ook een reden om te kopen ook meteen. Dat ik het niet koop alleen maar voor mezelf. En er is gewoon letterlijk niemand hier in de buurt. Chill. Nou, kom op. We gaan de vlag ketteren. Ondertussen kan ik lekker hier lang uit gaan zitten. Het heeft toch in dit om muis en toetsport vast te houden. Want er komt toch niemand deze kant op. Nou, de vlag hebben we bijna. Dan kunnen we gaan rijden naar de volgende position. Let go. Op naar de volgende vlag. Nou, andere teamgenoot, die zijn er al. Dat is chill. Omdat ze daar al een beetje in de buurt zijn. Wij gaan onze vlag ook een beetje proberen te protecten. Als ik daar een beetje in de buurt van kan komen. Oh, ik zit een beetje vast. Ja. Ah, scheisse. Het is een tijger. Ah, hij is naar achter gaan rijden. Dan zou ik hem sowieso kunnen raken. Hé, ik word van... Van waar? Oké, die tijger is toch maar op mij gaan schieten. Die is naar achter gereden op mij gaan schieten. En een teamgenoot die zit iedere keer op mij te schieten. Dus ik kijk naar achter van wie schiet nou op mij. En dat is gewoon zo'n stomme teammate gewoon. Die probeert team killen. Echt ga gewoon weg, joh. Klein kind. Als je niet weet hoe Martin moet spelen, ga dan of zo een ander spel spelen. En die kan ik raken, maar
Doet geen damage. Maar ze hebben hem wel gekilled. Mooi. Ik heb geen idee op, waar, op wie hij schoot, maar... Gelukkig niet op mij, dit is een schild. Daar staat een ES1. Nou, die begint wel een beetje bang te worden. Van ons. Nou, dat is mooi. Ja, dood. Die S gaat op mij schieten, die S1. Nou, ik heb zelf die tank ook, dus ik weet dat die echt fucking sterk kan zijn. Ik ben dood, want mijn gun die reload echt fucking slow. Als hij nou iets sneller was geladen, dan had ik hem waarschijnlijk gewoon gekilled. Eerder dat hij mij dan killde. Dat is echt balen. Maar ja, teamgenoten zijn gewoon doop. Want die teamgenoten stonden de hele tijd op één plek. Terwijl dat een fucking tegenpartij naast hun stond. En ze schiet gewoon, die doet gewoon niet dood. Waardoor die mijn motor raakte. Dus ik stond in brand. Ik moest hem toen neerschieten. Nou, toen ik dat heb gedaan, toen stond ik daar stil. Moest ik mijn eigen blussen. Nou, teammates dood die daar stond. Dus die heeft echt letterlijk niks gedaan daar. Echt waar. Soms heb je echt van die teammates, die zijn echt noep, dat wil je niet weten. Ik heb zelfs een keertje gehad, dat ik gewoon helemaal bovenaan stond. En dat ik gewoon de meeste kills had. De rest had misschien maar 1 of 0 kills. Het slaat gewoon nergens op. Soms zijn ze echt enorm noep gewoon. Nou, soms best wel vaak. Er zijn gewoon van die kleine kinderen, die weten toch niet hoe ze moeten spelen. Hallo? Is er iemand hier? Wie gaat nou naar de vlag van de tegenpartij? Want die moeten we veroveren. Wij staan wel leuk deze vlag te protecten van onszelf, maar we moeten ook naar de vlag van de tegenpartij. Om te veroveren, want anders winnen we nooit. Nou, daar is niemand. Daar staan ze vooral. Hé, hey, er wordt iemand geraakt hier. Iemand wordt hier geraakt van ons team. Ons teammate wordt geraakt. Van waar? Oké, die kan ik niet raken. Voor de zekerheid ga ik wel naar achteren. Want voor het geval dat hij mij wel kan raken, dan ben ik al een stukje neut. Heb ik al eens een keer meegemaakt hoor. Heel vaak. Dan kan ik de tegenpartij gewoon niet raken. En hij kan mij dan wel raken. Dat vind ik zo onzin dan. Maar zo is Wartunnen nou eenmaal. We gaan in ieder geval richting die vlag toe. Want ja, anders winnen we nooit. Nou, ze zijn wel in de buurt van die vlag, maar ze durven gewoon niet verder te gaan. Ze durven gewoon niet die vlag te over te nemen. Nou, dan ga ik er toch op af. Dus we gaan op naar de vlag en hopelijk kunnen wij hun helpen om de vlag te veroveren. Alleen het wordt nog wat een lang ritje. Dus ja. Nou, oké, we zijn een beetje in de buurt van de vlag. Die is geraakt. Ah, shit. Het is hier zo druk. Het is hier zo druk. Hij ziet mij niet. Nou, dan gaan we hem afmaken. Probeer tenminste. En hopelijk zien de rest van mij niet.
Nou, kom op. Kijk, die hebben we in ieder geval kapot. En dat is, was een panter en die dingen zijn sterk. Oeh. Ik ben geraakt. Maar ik heb geen flauw idee waar ze staan. Hallo? Hoe hoort iemand hier te staan? Maar ik zie hem niet. Maar daar ook ergens. Daar ergens hoort ook niet iemand te staan. Ik ga geen risico nemen om via hier te heen te gaan. We gaan gewoon via midden hier. Hopelijk werkt dat beter. Even kijken. Is hij dood? Ik zag daar wel iemand die een tank staan. Oh shit. Die er zo. Daar komt zo een tank tevoorschijn. Daar gaan we gewoon op af. Het gaat wel risico. Wordt dat. Mij. Ik weet ook niet wat soort tank het is. Dat is juist een probleem. Als ik gewoon het hoekje omkomt en ik schiet op hem en het is een sterke tank die ik niet in één klap kan neerschieten, dan ben ik die pneut. Weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Kijken welke tank het is. Shit, daar staan nog meer. Kak! Dat gaat niet in mijn eentje lukken. Ik heb meer teammates nodig hier. Ze hebben mij sowieso al gezien. Achter me staan ook een paar. Dus ik ben gewoon helemaal ontsingeld. Hè? Dat is gewoon stom. Hopelijk protecten ze mij dan. Want ik sta hier wel echt heel onveilig. Shit. Ik krijg die panter niet dood gewoon. Hij is te sterk voor mijn kogels. Yeah. Dus als ik zo in het hoekje omkom, dan ben ik er gewoon geweest. En ze hebben mij sowieso al gezien. Yep, ze hebben mij gezien, maar ik kan hun niet zien. Dat is zo vervelend. Want ze kunnen mij wel raken. Oh my god, teammates. Wat zijn jullie voor noobs? Eigenlijk zijn het ook een beetje campers, hoor, die tegenpartij. Anders kunnen ze gewoon niet winnen. Erg, ja, mijn team was dit keer echt een noob. Echt waar. Echt gast. Weet je hoe zwak dat deze tank is? En dan gaat hij gewoon door het water. Dit is een tank die kan juist door het water. Dat is een boot en een tank in één. Dus deze tank kan drijven. Maar het is totaal geen sterke tank. Gaan we dit winnen? Denk het niet.
Ik denk dat we niet... Nou. De vlag wordt wel gecapturd van de tegenpartij. Kom op, team. Als jullie dat doen, als jullie het overnemen, dan scheelt het weer. Dan winnen we misschien toch. Dan zoek ik wel diegene die in de vlag staat. En waarschijnlijk zal dit hem zijn. Dat moet wel. En intussen, het is best wel een sterke tank. Hey. Hopelijk gaat hij ervoor zorgen dat mijn team gaat winnen. Dan hebben we toch iemand die serieus kan spelen. In plaats van zo'n noob doen. Deze speelt tenminste wel serieus. Hebben wij hem gecapturd? Nee, nog niet eens. Hij is gewoon weggereden daarvan. Ja, hij is gewoon weggereden daarvan. Het schiet ook lekker op. Je moet hem wel capturen, hè, dude. Want als je dat doet, dan winnen wij tenminste. Oh my god, ik dacht dat hij een goede dude was. Maar nee, hij gaat gewoon weg van de vlag. En capt hem nog ineens. Oké, heel stom. Maar ja, nu capt het rood hem weer, ja. Hallo jongens, echt. Hier, nog zo'n sterke tank. Deze drijft nog steeds in het water. Wat is dit dan voor tank, joh? Ken ik nog wel eens. Dus ze hebben zo weinig mensen nog over. Ja. Nou, de tegenpartij ook best wel. Weinig mensen over. Hoe zit het ermee? Eens even kijken. A wordt nog steeds gecapturd door rood. Dat vind ik zonde. Daar staat een blauwe team. Geen idee wat die doet. Ze zijn nog met 1, 2, 3, 4, 5. Ze zijn nog met z'n 5. Schiet niet zo echt op, hè? Please, capture eventjes die ene ding. Kom op, mensen. Nou, deze twee mensen staan hier. Dan schiet het ook lekker op. Even kijken, waar staat deze dude dan? Nou, die zit heel dicht bij de vlag, ja. Hallo, ik wil wel hem blijven spectator waarten. Oh, hij heeft hem gekild, nice. Dan kom op, capte die vlag. En wij gewonnen. Daar staat ook al iemand in de vlag, dat is nice. En daar is een tegenpartij. Ja, gaan ze nou eindelijk goed spelen? Gaan ze hem nou eindelijk goed capturen dat wij toch winnen? Dat zou echt chill zijn. Ik hoop dat ze winnen. Dat mijn team wint. Dan hebben ze toch nog iets goeds gedaan. In plaats van alleen mijn noob zijn. Want ik stond ook gewoon alleen voor. Want ik was heel dicht bij de vlag. En de rest was gewoon helemaal achterin. Die waren gewoon doodgaan omdat ze zo slecht waren. En ik moest gewoon alleen oplossen. Want ik werd gewoon niet geprotect. Gewoon. Iedereen laat mij gewoon in de steek. Dat vond ik zo jammer. Ja, dit hebben wij denk ik wel gewonnen. Als ik ze ziet, dan hebben wij gewonnen. Ja hoor, we hebben gewonnen. Nice. Dat is mooi om te zien. We hebben toch nog gewonnen. Mooi. Oké. Nou jongens, we hebben gewonnen. Dit was ook het einde van deze video. Dus vonden jullie hem nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. En voor de rest, volg me ook eventjes op Twitter. JohnDLG. En op Instagram, Dagelijks Gamen. En eventjes op Twitch, Dagelijks Gamen Live. Want de livestreams, die komen er ook aan. Want Oud en Nieuw komt er ook aan. En tijdens Oud en Nieuw ga ik livestreamen. Als het goed is, gaat dat vanaf
3 uur 's middags tot 12 uur 's avonds livestreamen. Als het doorgaat. In ieder geval, daarvoor moet je eventjes op Twitter mij daar volgen. Want daar tweet ik wanneer ik live ben. En eventjes op Twitch mij volgen. En mijn Twitch-naam is dagelijks Leukemen Live. Dan krijgen jullie automatisch een melding van wanneer ik live ben. En dat kunnen jullie ook in de outro zien na deze video. Dan zien jullie de namen er ook bij staan. En ja, voor de rest. Ja, laat eventjes in de reactie achter wat jullie vinden van Battlefield 4. Dus vinden jullie het leuk als ik Battlefield 4 ga kopen en ook nog ga opnemen? Laat het dan weten in de reacties. En wie weet komt dat binnenkort op mijn kanaal. Want het lijkt mij best wel leuk om Battlefield te gaan spelen. Voor de rest heb ik eigenlijk niks meer te zeggen. Dus dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is... Later!